Dames en heren, fijn dat u kijkt naar dit concert. Mijn naam is Gerard Boot en namens de Stichting De Rijkere Orgel 1776 van harte welkom. Wij hadden als stichting het idee opgevat om een concert, een benefietconcert, een live concert voor u te organiseren. Op tweede kerstdag, André Poortvliet zou voor ons prachtige 17e eeuwse muziek spelen. Maar helaas, dat concert kan niet doorgaan. Maar we willen u dat niet helemaal onthouden. Dus André heeft een bloemlezing uit zijn concertprogramma voor u samengesteld. Ongeveer 30 minuten muziek, wat hij nu voor ons gaat spelen, voor u gaat spelen. Op het prachtige Duisgodorgel hier in de voormalig Lutherse kerk in Middelburg. Als u dat ook mooi vindt, dan kunt u doneren. En dat komt geheel ten goede aan onze stichting. De Stichting De Rijkere Orgel 1776. Even in één zin. Wij stellen ons ten doel om het De Rijkere Orgel uit Beek in Limburg. Staat een prachtig, authentiek De Rijkere Orgel. En dat willen wij een nieuwe toekomst geven. Dat willen we van de sloophamer redden, zouden we bijna zeggen. En dat willen we aankopen en hier in deze prachtige kerk neerzetten. Tegenover dit prachtige Duisgodorgel dan een De Rijkere Orgel. En dat is des te mooier, omdat het andere De Rijkere Orgel wat nog bewaard is gebleven hier op een steenworp afstand, letterlijk om de hoek in de Oostkerk hier in Middelburg staat. En zo hebben we dus de beide De Rijkere Orgels vlak bij elkaar. Als u onze stichting een warm hart toedraagt, dan kunt u doneren. U kunt meer lezen over onze stichting op onze website derijkereorgel.nl. En ik verwijs u ook nog even naar onze wijn. Sinds deze week verkopen wij ook speciale De Rijkere wijn. Ook daarmee kunt u onze stichting steunen. Van harte aanbevolen en wij hopen dat u geniet van de muziek